Historica Mildred Caprino is van mening dat de Surinaamse organisaties die de nazaten van de tot slaaf gemaakten vertegenwoordigen, goed moeten nadenken wat ze precies willen. Ze sprak met onze redactie over de excuses die premier Mark Rutte gisteren heeft uitgesproken. Ze heeft begrepen dat de organisaties liever van koning Willem-Alexander de excuses willen, maar Caprino deelt als historica niet dezelfde mening. Ze vindt dat goed nagedacht moet worden alvorens zaken op te eisen, zoals de Antillen dat hebben gedaan. Omdat in de reacties die zijn gegeven er een aantal concrete zaken zijn aangegeven wat men beoogt. Dat men niet eens is met de datum, daar heeft meneer Rutte al een punt achter gezet, maar ze kijken vooruit. En met name Curaçao heeft al gezegd van luister, ik zal Nederland vragen om daarin bij te dragen, dat en dat te doen. Aruba heeft gezegd, we gaan er meer aandacht aan vestigen en we gaan literatuur vermenigvuldigen. Dus ze hebben op zijn minst voorgedacht. Wij zijn nog niet klaar. Als we zo graag de koning willen ontvangen, waar? Op het plein? Wat gaan we van hem verlangen? Hoe gaat hij het moeten doen? Of gaan we hem in een ballroom van Torarica plaatsen, waarbij het gewone volk dan vanuit zijn televisiestoel moet kijken? We hebben over deze zaken niet voorgedacht, terwijl het heel elementaire zaken zijn die je kunt bediscussiëren in de desbetreffende groepen. Maar ook die regering moet van zijn zetel afstappen. En met ons praten, dat zou ik erg aangenaam vinden. Voor het feit dat organisaties geld eisen als herstelbetaling, vraagt Caprino zich af als ze weten wat het precies inhoudt, in plaats van zich te focussen op alleen het geld. Het is te gek voor woorden om zoiets te stellen. Dat doe je niet. Met wie is dat afgesproken? Zo ga je niet te werk. Die Hollandse Calvinistische instelling zal echt niet maken dat ze elk één gewoon bar geld geven. En bovendien, sado dwanga money. Geef mij aan of je concreet een plan hebt voor je kleinkinderen om ze een topscholing te geven. Als je me dat kunt aangeven, wil ik dat geld wel investeren. Maar concrete plannen of half concrete plannen hebben we niet. En dan schreeuw je van je moet geld hebben. Is het geen waanidee naar die grote groep toe? Van zeg gewoon kies money. Dat moeten we niet doen. Dat is zuiver op een dwaalspoor brengen van mensen om ze te leiden in een soort waanidee van voordat ze doodgaan. Ze een heel groot bedrag gaan krijgen en misschien dat bedrag gaan besteden aan hun uitvaart, omdat ze dan geen staatsbegrafenis krijgen. De historica vindt dat indien er een fonds moet komen, het liever een welzijnsfonds wordt voor de komende generatie die er wel bijbaat zal hebben.